Hey hallo, het zijn Rolf en Mel hier van Happy With Yoga. Tof dat je naar deze video kijkt. En in deze video willen we het met je hebben over chronische stress. En je weet waarschijnlijk wel dat chronische stress ontzettend slecht voor je is. Dat daar ontzettend veel fysieke, mentale en emotionele klachten aan gerelateerd zijn. Maar een ander ding van stress is dat het ook, en dat vinden wij met name belangrijk als je het als je kijkt naar de visie van je leven en het vormgeven van je leven en het achterna gaan van je dromen en doelen, dan is stress in relatie met jouw kijk naar de wereld of je blik op de wereld of je worldview speelt een ontzettend belangrijke rol. En Mel, zou je daar wat meer over kunnen uitleggen? Ja, op het moment dat je chronisch gestrest bent. En dat wil niet zozeer zeggen dat je dat misschien ook realiseert. Want we hebben zoveel prikkels vandaag de dag dat het helemaal niet zo vreemd is dat er heel veel mensen zijn die constant een klein beetje gestrest zijn. Omdat er zo ontzettend veel binnenkomt ieder moment. En we ons daardoor ook veel minder bewust zijn van dat we misschien een bepaald stresslevel hebben. Maar dat dat wel de blik op onze wereld, de blik waarop wij de wereld zien, eigenlijk beïnvloedt. En op het moment dat je gestrest bent, noemen we ook wel, hè, of dat nou in mindere mate of in hele heftige mate is, is er altijd een klein beetje stress aanwezig. Een klein beetje die fight or flight modus, vechten of vluchten. En als je een beetje naar richting de oertijd kijkt, dan is dat van dat je echt aan moet staan, omdat je aan moet vallen of omdat je weg moet rennen. En dat het dus heel erg belangrijk is dat in die modus, die fight flight modus, dat je je focust op één specifiek punt en dat de rest van alles wat zich daarmee omringt, dat eigenlijk minder belangrijk is. En dat je spijsvertering en dat soort zaken wordt ook allemaal minder belangrijk. En dat is een heel klein voorbeeld van dat je lichaam ook keuzes gaat maken in wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Waardoor je eigenlijk dus niet optimaal gebruik maakt van de functies van je lichaam, van je geest, van de omgeving die je niet volledig binnenkrijgt, maar een beperkte worldview eigenlijk opbouwt en voor jezelf het idee hebt dat ook de wereld is en dat je ook op die manier de wereld ziet. Ja, dus die constante chronische stress eigenlijk, die triggert eigenlijk jouw survival mechanisme. Dus je wordt meer een soort van gericht op overleven. Je bent letterlijk in fight or flight modus. En vervolgens wat je doet is je kijkt door een lens eigenlijk als het ware vanuit die fight or flight modus naar de wereld. Dus dat beïnvloedt heel erg hoe je de wereld ziet, hoe je denkt, welke keuzes je maakt en hoe je handelt. En dus uiteindelijk ook de resultaten die je zult krijgen in het leven en hoe gelukkig je gaat zijn. Dus chronische stress is ontzettend belangrijk om daarmee te leren om te gaan en om dat te verminderen. Af en toe stress is niet zo goed, maakt niet zo heel veel uit, maar chronische stress is wel op heel veel vlakken schadelijk. Dus, en yoga is daar een hele goede tool voor, dus lekker op de mat stappen. Hoi. Doei! Doei!